Juist een beetje daar. Zo. Nou, moet u even mij helpen kijken in de spiegel? Ja? Kijk. Dat is grandioos. Is het erg vreemd of valt het mee? Ik vind het heel mooi. Toch weer kort zoals we dit wilden? Ook natuurlijk, het is gemakkelijk qua verzorging, hè? 15 jaar jonger, hè? Ja, ja, dat scheelt een beetje. Vindt u ervan? Ik vind het heel mooi staan, ja, ja. Jonger nou. Hè? En die kleuren die vind ik mooi. Hartstikke goed, ja. Zo, niet zo heel netjes, een beetje roemelig. Maar moet ook niet zo stijf zijn. Nee, zo is dat. Een beetje leuk. Ja. U zag uzelf net weer zoals u was, hè? Ja. En dan? Dan vind ik dit 20 jaar, 15 tot 20 jaar jonger. Ik vind dit een stuk mooier, ja. Ik had er dus zelf ook problemen mee, hoor, met het kaal zijn. Ik kreeg er eigenlijk wel een minderwaardigheidscomplex door. Heel erg. In hoeverre? Kun je dat uitleggen? Nou, ik schaamde me eigenlijk als ik buiten over straat liep, hè. Dus ik had het gevoel, dadelijk zeggen ze van, is dat je dochter of zo, hè? Uit medisch oogpunt, want het is belangrijk om te weten dat er de twee meest voorkomende haarproblemen zijn. Kaalheid van het mannelijk type, kent iedereen. En het tweede meest voorkomende probleem is pleksgewijs haaruitval. Bij de mannelijke kaalheid blijft altijd een haar hier staan. Dat is de maximale vorm van mannelijke kaalheid. Want wanneer iemand helemaal kaal is, dan kunt u zo meteen stellen, hij heeft wat wij noemen wetenschappelijk alopecia areata. Dat betekent pleksgewijze haaruitval. Maar ten eerste zullen wij het hebben over dit probleem, mannelijke kaalheid, omdat dat is ook een erg frequent voorkomend probleem. Want ik zal u vertellen wat ik tegen een jonge man zeg die naar mijn spreekuur komt. En hij heeft opgemerkt dat geheimratsekken beginnen te groeien. En ook hierboven wordt het wat kaal. Hier en hier. Tot een beperkte mate is dat normaal. Wij kunnen stellen, een man van 23 jaar die geen geheimratsekken heeft, daar is iets mis mee. Die mannen zijn volkomen volstrekt gezond. Kijk, het is natuurlijk ook de vraag, wanneer ik weer teruggaan naar die jonge man van 23 jaar, in hoeverre hij überhaupt de waarheid over zijn haarprobleem wil horen. Maar wanneer hij die waarheid niet wil horen, dan heeft hij uitgebreid gelegenheid andere dingen te horen van mensen waar hij ook zijn centen kwijt kan en iets proberen. Maar er komt helaas niks van terecht. Hij staat op de deur. Dankjewel. En stuurt mij net goedemiddag. In Onderwater, vertel het eens. Ik ben al een half jaar met Mino Dixiel bezig geweest en zo. Dat ik een beetje dunner word hier en dat vind ik niet echt leuk. En dat heeft weinig geholpen. Helemaal niets. Nee. Dat was niet zo leuk. Nee, en nu begint het hier ook een beetje. Dus ik dacht van, Okay. Zou iemand vragen die er wat van af weet? Misschien wat anders. Wat doe je voor werk?
ik speel met marionetten. Dat is leuk, marionettentheater. Maar dan sta je in donker en dan zien ze je niet. Nee, ik sta op straat. Je staat op straat? Dus ze zien me helemaal. Ze zien je helemaal. Dus je bent echt een straat, zoals een straatmuziek. Ja. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, we hebben dus iedereen, ja, ja. Dus ministers, iedereen wil haar op zijn hoofd hebben. Ja. Modeontwerpers, timmerlieden, loodgieters. Is u mee het kliniek wat steeds gebeuren? Dus in Nederland, Engeland en Frankrijk doen we totale cosmetische chirurgie. Borstcorrecties, neuzen, buiken, billen, dijen, facelift. Dat is wel gek niet paralyseren. We gaan eventjes erheen. Reductie is het samentrekken van de huid. Hier zie je wat voorbeelden daarvan. Haartransplantatie, dat is haar wat aan de achterzijde weggehaald wordt en aan de bovenzijde in het hoofd wordt geplant. En wat altijd groeit. Nou, dit is Nido. Ja, een stukje papier zullen we eroverheen leggen. En dan zie je gewoon objectief wat er dus gebeurt. Ja, van dit naar dit. Nou, het ziet er wel netjes uit. Netjes, hè? Ja, dacht het wel. Dit zijn de haren. Daar hebben we dus een apparaatje bij. Met een heel klein naaltje. Dat is een kwart millimeter, 0,25. Zie je het? Als je hier op drukt, komt het naaltje komt er dus uit. Er zit een heel klein veetje erop en daar pak je dus dat lusje mee. En dat zit je in de hoofdhuid. Maakt een beetje koud, een beetje plaatselijke verdoving geven. En ja, dat gaatje is dus eigenlijk zo klein, dat wordt gelijk weer dichtgemaakt. En alles natuurlijk hartstikke steriel, hè? Dat moet tegenwoordig. Altijd geweest, hoor. Ja, het is anders levensgevaarlijk. Slijtage, minimaal 5% en maximaal 100%. Geachte heer Dix, enige tijd geleden ben ik behandeld door uw teamdeskundige. Dus aanhalingstekens doen. Ik ben van mening dat ik vals ben voorgelegd. Na de voorbehandeling door uw team is mij verteld dat ik uitermate geschikt was voor een NIDO-behandeling. Voor een NIDO. Dit is de situatie zoals die op dit moment is. Zie je? Kruintje begint een beetje doorzichtig te worden. Mag je al? Ik moet eventjes aan je komen. En dan zie je dus gewoon dat de voorkanten, dat de inhammen wat minder worden. Ja. En vooral de kruin. Deze kon de uitval van de NIDO alleen maar bevestigen. Ja. Hij stelde wel een alternatief, maar daarbij bestond het risico impotent te worden. Aangezien het geen succes is geweest wat mij wel door u werd voorgespiegeld, vraag ik u bij deze het bedrag van de behandeling van 1950 gulden per omgaande terug te storten. Ja, dat is mooi zo. Dat is maar krachtig. Hoogachtend. Dat is wel wat voor mij. Dus dat heb ik laten doen. Maar na een paar weken toen vond ik ze alweer in de gouden steen. Ik denk, nou, dat is het ook niet. Toen ben ik weer teruggegaan naar het instituut. Daar hebben ze me dus verteld dat ik dus niet zo geschikt was voor die behandeling. Dus ik had weer een illusie minder. Dus bij elke wasbeurt vond ik er wel een stuk of 6, 7. Ik denk zo, dat loopt weer lekker op. Wat kost zo'n haar? Wat kost zo'n haar? 4,50 per stuk. 4,50 per stuk. Dus stel me nou. Je kan er alweer om lachen, geloof ik. Ja, nu. Ja. Ja, je ziet jezelf zoals je was. En het wordt, ja, dat haar wordt steeds minder. Dus je gaat er voor je gevoel, denk ik, ook veel. Dat je denkt van, nou, ik zie er gewoon niet zo goed meer uit. Nou ja, niet zo goed meer uit. Ja, je mist gewoon wat. Maar hoe was dat in het begin, toen je zich dat wel erg aantrok? Ja. Je ontneemt je gezin. Nee, ontneem je ook bepaalde
leuke dingen. En ja, je gaat natuurlijk niet zwemmen en niet al die leuke dingen. Weet je. Waarom niet zwemmen? Nou, omdat het dan dus veel meer naar voren komt. Het gekke is, eigenlijk bent u helemaal niet kaal. Ja, maar dat gevoel dat heb ik zelf. Maar waar dan? Ik bedoel, waar is die kaalheid? Ja, hier al in die inname. Ja. Houdt u dat bij op foto's, hoe u eruit ziet? Nee, ik maak nou helemaal nooit geen foto's. Dat zie je zelf, nou, dat is allemaal... Ja, als je naar die foto's van vroeger ziet. Het heeft dus enorm invloed op hoe je reageert.